Nederlandse heideraadhoning. Hoe we best vaker gevraagd wat het is en hoe het smaakt. Wat het is, dat is het makkelijke deel. Je geeft bijen een raampje waar ze in wonen. Daar doe je een heel klein stukje bijenwas in en verder geven ze helemaal niks. En de bijen laat je dat zelf helemaal verder gaan uitbouwen. En als ze dat verder helemaal uitbouwen, doe je dat boven in de bijenkas, zodat ze daar honing, in dit geval heidehoning, van gaan maken, als opslaan eigenlijk. En dan heb je dus een product dat 100% zuiver is, dus er is geen door imkers gemaakte bijenwas of zoiets die erin zit. En dan is het heel veilig om te eten. Het vervelende is, voor dit filmpje moet ik een bakje openmaken, wat ellendig. Ze zitten altijd mooi verpakt in bewaarbakjes. De maat kan altijd anders zijn, de gewichten zijn redelijk gelijk. Dan komt er sowieso een geur uit heidehoning. Waanzinnig lekker. En heidehoning heeft de neiging altijd om redelijk stevig te zijn. Een potje heidehoning kun je altijd zo op je kop houden, boven je kop, en daar loopt niks uit. Als je lang genoeg doet wel, maar niet zoals gewone honing. Dus een stukje steviger is die. En je ziet nu, ik heb de camera dit laat zien zo, overal die witte vakjes erop. Die witte vakjes, dat zijn dus de zegeltjes dat de bijen het leeg hebben, af hebben gedekt. Dus dit zijn echt de vakjes die de bijen zelf uitgebouwd hebben en afgedekt hebben, waardoor het dit spul ook ontzettend lang houdbaar is. In het eerste geval kan die buitenste honing zo iets kunnen gaan vergisten. Is dat erg? Alles met gist maakt het leven vaak leuker, kun je over discussiëren. Maar deze is gewoon makkelijk houdbaar als die verkocht wordt. Dus daar hoef je geen zorgen te maken. En ik moet zeggen, hier is nog nooit een bakje over de datum gegaan, maar als het eenmaal op is, kunnen we met z'n allen niet vanaf blijven. Ja, wat je doet is, je steekt gewoon een lepeltje erin en je pakt een klein beetje. En ik maak een filmpje, dus doe helaas voor het filmpje maar iets meer erop. En nu moet ik één ding gaan doen wat eigenlijk lastig wordt, dat is eten en praten. Ja, ik kan dat wel, maar voor de film is dat lastig, maar goed. Dit eet je en wat je dan in eerste instantie in je mond krijgt, zijn allemaal de kleine stukjes bijenwas. De eerste keer dat je dit eet, kan het een beetje een schrikreactie geven, wat ik nu in mijn mond. Gewoon even kouwen en doorkouwen. Die stukjes worden warm, die verzamelen zich allemaal en dat wordt een soort bijenwaskouwen. Nou, ik moet het natuurlijk laten zien dat het echt is. Hè? Een straf. En... Het is zo lekker. Ik heb nu mijn hele mond vol met losse stukjes. En die stukjes kun je ook gewoon doorslikken. Die hoef je niet weg te spugen of wat. En ik merk nu... De bijenwas plakt een beetje tegen mijn tanden aan. En kou door. En dan krijg je dus kleine stukjes bijenwas. In je mond. Lekker, even film. Nou ja. Dat was mijn lepeltje. En die stukjes die verzamelen zich allemaal. Ik had ook maar weinig gepakt. Weinig in bijen was, het was evengoed een hele mond vol met honing. En die kun je dus gewoon snoepen op deze manier. Dit is gezond. Als je hier dagelijks een theelepeltje van pakt, en dat mag ook wel iets minder groot zijn dan mijn theelepeltje serieus. Als je dagelijks van pakt, is dat gewoon heel gezond, goed voor je weerstand. Heb je een moment dat je denkt van, ik zit er even doorheen, pak een lepeltje. Dit is een enorme energieboost, niet alleen de suikers. Maar er gebeurt nog heel veel met honing, wat ik vrij lastig uit kan leggen, maar alles staat op internet gelukkig tegenwoordig. Maar je kunt ook zeggen, ik smeer het gewoon op de boterham. Veel mensen vinden dat heel prettig op de boterham. En dan juist die stukjes zeggen, dat geeft juist die extra dimensie aan honing. Maar ik vind het geweldig spul. Nogmaals, dat bakje is nu open. Ik ben bang over 2 dagen dat het weg is hier thuis. Dus dit was mijn... Hoe smaakt het? Ja, hoe smaakt hij de honing? Krachtig, heel krachtige honing. Ruikt de eigen geur heel sterk. Ja, je moet het gewoon proberen. Heidehoning in de raad
Ook een potje verkrijgbaar, gewoon heidehoning. Maar heideraadhoning is echt een belevenis. Dit was die. Groetjes.